In de samenleving heerst er nogal wat onduidelijkheid omtrent de belasting toegevoegde waarde. De consumentenkring is geen tegenstander van deze vorm van belastingheffing, maar wenst wel een goede uitvoering. De onduidelijkheden die spelen gaan de organisatie dan ook niet onopgemerkt voorbij. Voorzitter Albert Alijne deelt in gesprek met de Communicatiedienst Suriname de visie van de consumentenkring ten aanzien van de BTW. Jammer genoeg vind ik dat dus die BTW slecht is voorbereid. Hè? Wat je dus nu krijgt is dat dus de consument het gelag betaalt. Mensen betalen die 12% omzetbelasting die er al was op de producten, plus nog 10%. Hoewel de regering gezegd heeft dat dus gedurende de eerste 3 maanden er geen BTW gegeven zou moeten worden, merken we dat vanmorgen nog, zo net kreeg ik een telefoontje uit Kommerwijnen, dat de winkeliers in Kommerwijnen dus BTW heffen op producten. Dus zie daar hoe slecht die voorbereiding is geweest. En dat is dus jammer, want op zich zou die BTW iets goeds moeten zijn. Hoewel we niet helemaal eens zijn met het percentage dat dus, waarmee men gestart is. We hadden in het begin voorgesteld om dat op 5% all around te houden. Dat is dus niet geaccepteerd. We hebben producten met een nultarief. Dat brengt ook een heleboel verwarring. En ja, nu zien we dat dus ook benzine 5% BTW gegeven wordt. Met als gevolg dat alle producten omhoog zijn gegaan. En het is jammer omdat je dus als consument nu niet meer kan volgen wat eigenlijk precies die BTW is. Toch? Want voordat dus die BTW er kwam, hebben dus de winkeliers, ja, de handel dan, hebben hun prijzen verhoogd. Toch? En dat is jammer. Nou, kijk, als de mensen bellen naar hier, dan proberen we ze uit te leggen wat wij weten van dus die BTW en hoe die voorbereiding is geweest. Nou, er is een vrij goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en dus de winkeliersvereniging. We communiceren vaak en wordt vaak gediscussieerd over de onderwerpen. Vaak genoeg zijn we dus ook in 1 sessie met dus het bedrijfsleven en de winkeliersvereniging wanneer het gaat om informatie die van de overheid moet komen. Nou, we zijn een paar keer uitgenodigd geworden bij dus die hearings die er waren. Zowel bij Financiën als dus door de heer Gayadin van het DNA. En we hebben daar ook onze standpunten kenbaar gemaakt. We hebben gezegd van 1, we vinden die 10% een beetje te veel aan het begin. Start met 5%. En die voorbereiding zou veel beter moeten zijn. Waardoor je dus niet kreeg dat dus de consumenten nu het gelag betalen van de zaak. Ik denk van wel, kijk, je zou, misschien hoef je niet aan te houden in die zin dat je het opschort voor 6 maanden. Waardoor je in die 6 maanden de ruimte krijgt om dus zaken helemaal uit te leggen. Maar dat ook de producten die omzetbelasting hadden, dat die producten verkocht worden. Weet je, dus ik weet niet als je binnen 3 maanden al deze producten kwijt zal raken, waardoor je nieuwe producten hebt na 3 maanden. Toch? En je weet hoe inventief men is. Als dat niet het geval is, gaat men toch die prijs doordrukken. En een van de andere bezwaren die wij hadden hoor, zijn de tussenschakels. Die tussenschakels die er zijn in het systeem, maken dat dus consumenten onnodig heel veel gaan betalen. Want elke tussenschakel die kan zijn BTW terughalen bij die overheid, maar die consument niet. Die betaalt steeds meer. Toch? Ik weet niet als ik het beter moet uitleggen, maar als winkelier A het product koopt, dan gaat zijn winst erop
plus die 10%. Maar stel dat het gaat van een handelaar, van een importeur, naar een tussenhandelaar. Die zet dus zijn winst plus die 10%. Als die het weer aan een andere tussenhandelaar geeft, komt er weer eens winst plus 10%. En voordat het bij die consument is, betaalt die consument misschien bijna 2 keer die prijs. Dus dat zei ik u, we zijn 2 keer uitgenodigd geworden door de heer Gayadin. En we hebben de zaken besproken. Niet na de invoering, na de invoering hebben we nog geen enkele uitnodiging gehad. Dus we volgen de zaak nu op de voet. Nou, het is vrij moeilijk te zeggen hoor, omdat 1, alle prijzen reeds verhoogd zijn. Ik weet niet als de prijzen teruggedraaid zouden kunnen worden. Toch? Alle maatregelen die getroffen zijn, hebben zoveel invloed op alle producten. Die kwestie van benzine bijvoorbeeld. Heeft zoveel invloed op alle producten, dat het vrij onmogelijk is. Dus je zou eigenlijk in de loonsfeer de mensen moeten compenseren om dus die koopkracht weer op niveau te brengen. Natuurlijk is het een goede zaak. En het is natuurlijk een controlemethode voor dus die overheid. En het moet meer bekendheid krijgen, zodat de consumenten weten dat een certificaat is als de man BTW mag heffen of niet. Ja. Om terug te komen op de consument, waar kan de consument eigenlijk zijn of haar beklag doen als ze eigenlijk vinden dat een winkelier misschien te veel BTW heeft? Nou, dat is ook onbekend, hè? Dat is ook onbekend. Wat er gebeurt is dat ze naar hier bellen. En wij gaan praten en we vertellen wat we weten. Maar we weten ook niet alles. We weten ook niet welke maatregelen tot nu toe getroffen zijn. Dus het blijft gewoon bij die voorlichting. Hè? Ja, zeker weten. Zeker weten. Er zal veel meer voorlichting moeten komen.